Alleen er is een dingetje, want de tijd gaat echt enorm snel. En dat betekent ook dat deze pot, de pink one, al helemaal fucking leeg is. Ja, dat gaat enorm snel. De pink one van de juice natuurlijk. Ik denk wel mijn favoriete smaakie. Hij is helemaal leeg. De video is nu aan het renderen daar zo. En het is nu 17:30. Dus hij komt gewoon op tijd online. Dat is echt insane. Dat ik dit nooit gezien heb, ja. Best wel dom eigenlijk. Hallo kijkers van dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal bekijken weer een nieuwe vlog hier op dit kanaal. Ik heb er zoals altijd weer enorm veel zin in. Wel in deze vlog, maar niet in deze dag. Aangezien alles gaat tot nu toe al fout. Het is helemaal kut, het is helemaal kut. Ik heb net ook al deze intro opgenomen, maar ik was helemaal vergeten dat die microfoon erop moet. Dus ja, ik heb niet eens de moeite gedaan om dat terug te luisteren. Ik doe nu wel lekker opnieuw de intro. Ik heb net ook de Wie is de Mol Hintze Theorieën video opgenomen, wat helemaal niet lekker ging. Alles staat hier ook nog, dingen zijn ook omgevallen nu, de poster is al weg. Het ging helemaal niet lekker. Ik heb nog nooit zo slecht iets kunnen opnemen. Want voor de Wie is de Mol video's connect ik natuurlijk altijd mijn camera aan mijn pc. En dan staat hij al meteen in OBS met de microfoon. En dan kan ik gewoon meteen mijn ding doen en dan kan ik dat daarna editen. Nou pakte die dus niet mijn camera. Dus ik zat echt een uur te kutten met, waarom pakt die mijn camera niet? Het werkte gewoon niet. Dus nu heb ik uiteindelijk gewoon bedacht van, ik film met deze en ik neem mijn audio op en die zet ik uiteindelijk samen. En dat edit ik dan en dan ga ik dat weer editen. Dus dat is helemaal kut. Maar ja, daar ben ik nu dus ook mee bezig. Want dit is gewoon het rauwe footage, maar dan zeg maar wel de audio en het beeld. En ook de app al erbij onder elkaar. En dan ga ik dat uiteindelijk nog editen. Maar ja, het is echt de vraag of dit op tijd online komt. Aangezien hij nog een half uur bezig is. En het is nu momenteel al 23 over 3. Dus ik heb er nog maar 2,5 uur letterlijk. En ik moet nog de hele video editen. En ik moet nog een half uur wachten voordat dit klaar is. En dan moet hij ook nog renderen. Ja, het gaat niet al te soepel vandaag. Wel was het een best wel korte aflevering. Dus dat is wel nice in principe. Dus ik denk dat ik er best wel snel mee klaar ben. Maar het is gewoon niet fijn. Ik zat echt te stressen en shit. Dat is gewoon echt niet fijn. Voor de rest hebben we hier trouwens de mooie Wie is de Mol poster. Poch. Die hangt meestal altijd, of die hangt altijd hier zo voor de Wie is de Mol video's. Dit is altijd de achtergrond. Het is ook een beetje omgevallen. Hier staan normaal briefjes met molgeld. Daar heb ik die Scoop to Go's voor gebruikt, ook hier zo achter. Hier nog shakers van Juice erachter om dit even zo neer te zetten. En met de enveloppen van de mol. Hier zo de molboekjes natuurlijk. Ik weet niet of ik dit al een keer in een vlog heb laten zien trouwens, maar... En dat is dus een beetje de setup. Ja, ik kan dit nu lekker gaan opruimen. Het zijn trouwens echt ontiegelijk veel molboekjes. En die van 2022 heb ik natuurlijk ook nog. Ja, het is wel een zieke achtergrond. Allee, ja, het is zo nadat dit gewoon niet lekker werkte. Ja, heel vervelend. Dus ik hoop dat ik zo meteen even lekker kan editen. En dat die gewoon nog wel op tijd online komt. Dat zou wel ziek zijn. Maar ik ben bang dat die te laat komt. Maar ja, weet je, it is what it is. Zeggen we dan. Wat nu wel een voordeel is, nu ik een half uur moet wachten. Want ik kan letterlijk niks anders doen. Ik moet echt een half uur wachten. Kan ik even aan school gaan werken? Ik moet nog een opdracht even afmaken. Die moet echt om 5:00 'smiddags moet die ingeleverd zijn. Een edit opdracht. Ik moet even wat tekst in beeld zetten. Dat is dus de opdracht. Dat ga ik nu even doen. En dan kan ik die ook gewoon lekker inleveren natuurlijk. Dus ja, dat is in principe wel fijn. En ik heb nu ook tijd om even deze vlog op te nemen. Opnieuw de intro. Want ik moet toch wachten. In ieder geval, dat ga ik even lekker doen. En dan zie ik jullie zo meteen weer terug als hopelijk de video klaar is. Of dat ik ermee bezig ben of iets. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Hij is nog steeds aan het renderen hier zo. Het is nog niet veel later. Ik denk 20 minuutjes. Ik ben hier ook lekker bezig met schoolopdrachtjes. Maar ik wou net even lekker wat juice gaan maken. Alleen er is een dingetje. Want de tijd gaat echt enorm snel. En dat betekent ook dat deze pot, de pink one, al helemaal fucking leeg is. Ja, dat gaat enorm snel. De pink one van de juice natuurlijk. Ik denk wel mijn favoriete smaakie. Hij is helemaal leeg.
Man. Nou ben ik wel in de luxe dat ik deze box toen gekocht heb. En dat betekent dat ik gewoon een tweede pot heb. Dus die gaan we lekker openmaken. Ja, dat is wel goed. Een nieuwe pot openen is altijd heel lekker. Ik ben alleen bang dat we hem niet kunnen gaan openen tijdens de vlog. Omdat bij deze pot hebben ze blijkbaar iets gedaan. Hier zo, dat kun je nu niet zien. Maar normaal staat er plastic op en hier zit gewoon iets van karton op ofzo. Wat helemaal kut is, dus... Ja, helemaal fucked. Dat moet ik helemaal gaan openscheuren ofzo. Maar een nieuw juicebotje, dat is wel echt top. Dat wil ik even zeggen. Ik had namelijk dorst. En hij is bijna klaar. Hij is echt bijna klaar. Dus ik ga even snel dit doen en dan ga ik lekker editen. Woe! Ja, deze jongen heeft het gewoon gedaan hoor. De video is nu aan het renderen daar zo. En het is nu 5:30, dus hij komt gewoon op tijd online. Dat is echt insane. Die had ik echt niet verwacht. Editen ging echt perfect. Behalve dan dat, het opnemen was gewoon echt heel klote. Er zaten een paar stukjes in waar ik tijdens het editen echt dacht van... Hoe heb ik dit niet gezien? Je ziet echt een paar keer, zie je die poster daarachter, zie je echt naar beneden gaan. En daarna heb ik hem weer omhoog gedaan. Dus ik wist wel dat hij naar beneden ging, maar... Ja, toen had ik het nog niet door, zeg maar. En op het einde zijn ook die twee briefjes die daar zo, zeg maar, staan. Die zijn ook omgevallen. Dus ja, het ging niet al te soepel. Maar is wel op tijd online en gewoon goed geëdit en shit. Alleen ja, het opnemen was echt kloten. Maar ja, hij is nu lekker aan het renderen. Dus dat is wel heel lekker. En dat betekent dat hij over 9 minuutjes al klaar is. Nou. Die komt gewoon op tijd online hoor. Thumbnail heb ik al gemaakt en zo, dus dat is wel top. Dus ja, daar ben ik wel blij mee dat dat lekker gelukt is. Dat is wel top, dat is wel echt lekker. Ja, het is voor de rest wel weer donker geworden. Ja, en vraag me niet waarom hier een melkpak ligt, maar ja, juice met melk is goeie. Maar tijd gaat snel. Wat trouwens ook nog een dingetje is, en dat heb ik nog helemaal niet verteld op YouTube, aangezien de vorige vlog was natuurlijk een oude vlog. Ik vond hem best wel leuk, de vorige vlog. Mensen vonden hem ook leuk, want hij is echt, 80 keer bekeken of zo, 80 views heeft hij nu. Dat had ik niet verwacht, oprecht. Dat had ik oprecht niet verwacht, dus dat is wel episch. Ja, lachen. Dankjewel. Zieke shit. Maar ik heb nu ook een podcast op Spotify, dus dat is wel ziek. En dat is namelijk een Wie is de Mol podcast, Jochem's Mollenjacht. Woehoe! Insane. Het is eigenlijk niet zo heel bijzonder als je de Wie is de Mol video's al kijkt op YouTube, want het is zeg maar... de video's, alleen dan de audio en dan nog een beetje ingekort, dus zonder de beelden uit de aflevering en zonder de Wie is de Mol app. En dat zijn eigenlijk dan de podcasts, dus dat is wel ziek. We hebben hier aflevering 1, aflevering 2, aflevering 3 en nu dus ook aflevering 4, wat heel episch is. Dus check het zeker eventjes uit, mocht je wat sneller de hele theorieën van mij willen horen, dan kun je dus dat via Spotify doen. Ik zeg wel, er zitten wel wat eerreepjes in, zoals altijd, want ja, dat is mijn microfoon nou eenmaal, zo ben ik nou eenmaal. Dus ja, dat. Ik raad wel aan om gewoon de video te kijken, is wel leuk, maar dit is gewoon lekker extra. Mocht je dat nou willen checken, Jochem's Mollenjacht dus. Heel episch. Op Spotify. Dus dat komt daar dus ook gewoon elke week op. En ik denk dat ik dit alsnog ook gewoon elk jaar ga doen. Want het is zo gedaan, weet je wel. Als ik de aflevering bewerkt heb, dan alleen eventjes dus wat stukjes eruit halen. Eventjes een outrootje er nog achter. Die ik altijd gewoon zelf opneem. En dan de intro er natuurlijk ook nog voor. En dan kan die gewoon online. En voor de rest verdien ik er niks mee of zo. Het wordt ook niet vaak geluisterd. Nou, in principe tot nu toe, de 4 afleveringen zijn in totaal wel 15 keer beluisterd. Dus dat is meer dan ik had verwacht. Dus is wel lachen. Ik zal het linkje wel even in de beschrijving zetten. Mocht je het interessant vinden, Jochem's Mollenjacht dus. Was gewoon iets wat me grappig leek. En het is er nu dus ook. Dus dat is wel leuk. Oké, ik ben nu momenteel The Mandalorian aan het kijken van Star Wars. Dus dat is wel... Leuk, The Mandalorian is al best wel oud, al 2 jaar nu ongeveer. Ik had het nog niet gezien, dus daar ben ik nu lekker mee bezig. Dit is aflevering 2.
Dus daar ben ik lekker mee bezig. Er zijn nu 2 seizoenen van The Mandalorian. En dit is dus aflevering 2 van seizoen 1. Dus daar ben ik lekker mee bezig. Daarna wil ik ook nog The Book of Boba Fett gaan kijken. Maar mensen zeiden dat ik eerst beter The Mandalorian kon zien. Dus daar ben ik nu lekker mee bezig. En dan later natuurlijk nog The Book of Boba Fett. Dus de reden dat ik dit eigenlijk niet gekeken heb als echte Star Wars fan. Ja, is eigenlijk gewoon een beetje... Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik ben gewoon zo'n joch die... Ja, ik vind films wel gewoon chill, maar ik ga gewoon niet zo goed op series. Daar heb ik gewoon geen tijd voor of zo. Geen zin in om zo lang een serie te kijken. Nu ben ik het toch maar aan het doen, aangezien de nieuwe Lego Star Wars game ook eindelijk een release date heeft gekregen. En daar zitten ook wat packs in van The Mandalorian en ook van de Boba Fett, The Book of Boba Fett. Dus ja, nu zit ik wel zo van, misschien is het wel handig om het even te gaan kijken. Even Disney Plus gehaald en nu wil ik eigenlijk in de aankomende maand even die 3 series helemaal afkijken. Moet denk ik wel lukken. The Mandalorian heeft nu 16 afleveringen en The Book of Boba Fett straks 6 volgens mij. Dus dat moet denk ik wel lukken. Dus daar ben ik lekker mee bezig. Voor de rest moet ik morgen wel weer naar school. Dus het is nu momenteel iets van 9 uur of zo. Ik denk dat ik hierna nog 1 aflevering ga kijken. En dat ik daarna nog even iets anders ga doen en daarna naar bed ga. Dus ik ben hier wel lekker bezig. Ik had net het licht uitstaan. Die heb ik even voor de vlog eventjes aangezet. En gewoon een beetje chillen. Ja, sick. De Wie is de Mol video gaat lekker, dus dat is wel helemaal top. Lekker juicy erbij. Ja, ik ben dus lekker aan het genieten en ik ga ook lekker snel door. Dus let's go. Zo, ik heb eens even lekker genoten van de eerste 3 afleveringen van The Mandalorian. Ik zet weer even de lamp aan, zo. Dan hebben we tenminste een beetje licht. En dat betekent dat, helaas voor jullie wel, dat ik hier lekker de vlog ga afsluiten. Even wat meer licht. Boom. Misschien dat ik vandaag niet zo heel veel gevlogd heb, sorry. Het was vandaag ook niet de beste dag, maar dit was ook wel de enige dag dat ik kon. Maar ik heb natuurlijk wel genoten van vandaag. Dus dat is episch. Ik vind de Mandalorian tot nu toe echt best wel ziek. Dat ik dit nooit gezien heb, ja. Best wel dom eigenlijk, maar oké. Ik ga nu wel lekker pitten, want ik moet morgen weer naar school. Dus dat is wel belangrijke shit om 6 uur in mijn bed uit, dus ja. Ja. Alsnog ga ik laat slapen en ik moet er alsnog vroeg uit. Dus ja, rip. Hey, ik wil jou in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Dan kun je me toe belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En hoop ik jou natuurlijk volgende week weer bij een nieuwe vlog hier op dit kanaal te zien. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later mensen.